Hoor nou joh. Is dit goed geluid? Ja, dames en heren, in verband met werkzaamheden zullen wij momenteel moeten stoppen met deze trein. Excuus voor het ongemak. Dank u wel. Hallo iedereen! Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag duiken wij in de wereld van Train Simulator. Wat heb ik nou allemaal gedaan? Ik denk sowieso Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, Boot Simulator. Voor mij hebben die ooit eens een keer gedaan. Maar Train Simulator is eigenlijk eentje die ik nog... Bus Simulator, al verschrikkelijk was dat. Ik denk dat Train Simulator wel leuker gaat worden. Althans, dat gaan we dus proberen. Ik heb wat uitleg gekregen van Marcus. Bedankt, shout-out naar Marcus. En hij heeft me een beetje geholpen, althans de basis uit te leggen van hoe je een trein bestuurt. Want de eerste keer toen ik een trein wilde besturen, dat ging totaal niet goed. Alles ging branden, lampjes, alarmen gingen af, weet ik het allemaal niet. Het ging niet goed. En als er iets belangrijks is, is het wel begrijpen van hoe je een trein moet besturen, geloof me. Je kan dus ook geld betalen om bepaalde treinen te kopen die mensen maken als model. Of gewoon mappen die ze maken. Je kan je eigen map in elkaar zetten, kost heel veel tijd. En daarom verkopen mensen het voor diverse bedragen. Van, ik heb wel eens bedragen van 40 euro gehoord. Dus we klikken op drive, want we gaan namelijk eentje rijden. Ik heb wel verschillende treinen ook. Ik heb 4 pagina's, dat is best wel lekker. Lekker gevarieerd. We hebben hier Castle Class, dat is echt zo'n Hogwarts Express, weet je wel, van Harry Potter. We hebben ook gewoon een Southwest Trains, Classic 444. Het zegt me allemaal niks, maar ik denk dat ik gewoon eentje pik die het leukst eruit ziet. Dat is even de grote vraag. Dit is gewoon weer zo'n standaard, hè, deze. Kan ik hem niet selecteren op, oh ja, Steam, Diesel, Electric? Op Diesel wil ik eigenlijk. Maar niet zo uit. Modern. Wat zijn moderne treinen? Kijk, dit zijn de moderne. Dat is mooi. Nou, dan pakken we deze gewoon. En hier hebben we een aantal mappen. Ik weet niet welke het leukste is, maar ik vind deze lekker groen. Hij ziet er groen uit. Hoe groener, hoe beter. Ja, dan beginnen we gewoon met 000 en dan gaan we naar het station Totten. Totten. Het heet Totten. Of New Forest. Ach ja, als we maar gewoon een stukje spelen. Het is 9 uur in de ochtend en we gaan lekker starten. Geloof me, het laden duurt best wel een tijdje bij dit spel. Tijd om even wat te drinken te halen. Zo. Kijk. Hé, lekker. Nu komt het leuke van alles. Het spannende gedeelte komt nog. Ik weet hoe ik een stoomlocomotief moet bedienen. Deze trein heb ik nog nooit bediend. Dus dat wordt even spannend. We zien wel waar ik terecht kom. Oh, kijk. We zijn in de game. Dit is dan, als het goed is... Zo, dit is best wel heel erg uitgebreid. Ja, wacht even. We gaan even kijken wat bedien ik nou precies. Nou, dit is de trein. Hij ziet er stoer uit. Met zo'n paard voorop. Het ziet er op zich wel heel mooi uit. Dit is de achterkant. En we zien zelfs ook details met een trampoline in de achtertuin van een of andere woning. Wat grappig. Maar ik zie hier wat knoppen en als het goed is, weet ik wat ik moet doen. Hoop ik. Het licht staat in ieder geval op groen. Dat betekent dat ik moet vertrekken of mag vertrekken. Dat is een voordeel. Dat is een goed teken dat ik dat weet. Deze moet naar voren, want die laat zien van, hey, ik wil naar voren of naar achter. Nou ja, ik wil in dit geval naar voren. De release, dat zijn de remmen, als het goed is. Dus die zetten we dan op service, denk ik dan. Ja. En dit is het knopje om vooruit te gaan. Nu hoop ik dat als ik deze nu indruk, gaat er wat gebeuren. Oh jee. Gaat hij voor? Hij gaat nog niet vooruit. Ik hoor... Hoor nou joh. Is dit goed geluid? Emergency. Wat moet ik dan doen dan? Engine start. Oh jongens, dit wordt een lange dag. Dat kan ik nu al zeggen, dit wordt een lange dag. Oh, we gaan naar voren, wacht even. Hij doet het wel, maar hij gaat de verkeerde kant op. Ja, er gebeurt wat. Gaat wel heel langzaam, maar er gebeurt wel wat. De trein gaat vooruit. Dat is een goed teken. Ja, we hebben geen passagiers die we meenemen dit keer. Het is gewoon een vrachtje. En dan ben ik toch benieuwd hoe hard kan deze trein. Want hieronder kan je zien hoe hard je mag, geloof ik. Je mag hier maar 20. Dus ik moet een beetje langzamer. Hij gaat nu al naar 14, 15. Zie je, dat moet ik een beetje rustig aan. Hè? Een beetje rustig aan. Nu hoop ik dat ik weet hoe ik dadelijk moet remmen. Mogen nu in één keer 70. Dus volop 100% gaat dat lukken. Ik hoop het wel. Prachtige omgeving trouwens. Want dat vind ik het mooiste. Dat je lekker kan kijken naar de map natuurlijk. Het is ook best een grote map. En je ziet ook, kijk dan. Ze zijn er aan het werk. Wat leuk joh. Ja, je ziet toch meer dingen dan ik dacht. Ik weet niet wat ik aan het vervoeren ben.
Maar, oh, dit is ook mooie, kijk dan, dit is een mooie standpunt, hè. Kijk, treintje van bovenaf. En dit is weer zo'n cinematic view. We mogen veel harder, kom op. 100, kijk hoe hard die dan gaat. Ik denk het wel een stuk harder. Daar komt hij hoor. Het treintje. Mooi, hè. Ik vind het een hele mooie trein. Vooral met die ventilator aan de bovenkant. Oh, ik ga te hard, ik ga te hard. Wacht even, rustig aan, rustig aan. Ik zit te kijken hoe ik minder snel kan gaan, want ja, hij wil dus... Oh ja, gaat nu afremmen, gelukkig. Service, deze op min 100. Kijk, en nu remt hij langzaam af, want ik mag hier maar 40. Oh, nu mag ik 40. Ja, we mogen weer wat harder, kom op. Ja, nu staat hij stil. Ja, we staan stil in de tunnel. Ik heb het voor elkaar gekregen om hier stil te staan. Dus het is niet heel positief. Mocht er daar nog een trein aankomen, dan ben ik al flink de sjaak. Ja, dames en heren, in verband met werkzaamheden zullen wij momenteel moeten stoppen met deze trein. Excuus voor het ongemak. Dank u wel. Nog geen beweging in dit ding. Ja, langzaam gaat hij wel vooruit. Het duurt eventjes, maar we komen er wel. Ik moet wel de snelheid in de gaten houden, want ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar mocht er een scherpe bocht zijn, dan ben ik wel de sjaak. En we willen niet uit de bocht vliegen. Althans, het zou wel vet zijn. Spectaculair. Ik bedoel, ik heb geen mensen aan boord, dus maak het uit. Hieronder zie ik dat het nog 6,72 miles is voor onze bestemming. Dus ja, we moeten nog wel even doorgaan. Maar als we eenmaal tempo erin hebben, dan kan niks mij meer stoppen. Ja, enkel dan een paar slagbomen, maar die staan gelukkig wel aan de zijkant en niet voor mij. Dat scheelt enorm. Het is groen licht. We gaan door. Ik zal hier dadelijk een beetje gaan afremmen, want hier mogen maar 40 kilometer. We komen bij een station aan. Even kijken wat voor station het is. Ja, maakt eigenlijk niet uit, want we gaan er gewoon doorheen. Dames en heren, de Intercity van Londen naar... Nee, we gaan niet naar Londen. Ergens vandaan zal niet vertrekken van perron 18. Dank u wel. Nou, dit gaat wel de goede kant op, toch? Even toeteren natuurlijk. We mogen 60, we mogen weer een stuk harder gaan nu. Ik denk dat dit spel ook wel heel veel geduld vereist. En dat is hetzelfde met bijvoorbeeld Flight Simulator of met Boat Simulator. Maakt niet uit. Het heeft gewoon... Je hebt geduld nodig bij zo'n spel. En ik denk ook dat dit gewoon heel erg realistisch is. Want als je zelf een treinmachinist bent of wat dan ook... Ja, dan heb je ook gewoon geduld nodig. Want het kost nou eenmaal best wel even tijd om naar bepaalde plekken te gaan. We mogen nog steeds 60, gelukkig maar. Dan hou ik die 60 ook aan. Langzaam gaat hij dus ook wat even moeten toeteren natuurlijk, omdat we langs het station kwamen. Dat is wel leuk voor de mensen. Zo, kijk eens even. Wat een flinke parkeerplaats. En een mooie haven in de achtergrond. Allemaal containers op elkaar. Ik zie daar ook een kerk op de achtergrond en een flatgebouw. Er zijn heel veel models gemaakt voor deze game. Geloof me, de details zijn echt geweldig. Het kost ook heel veel tijd, lijkt mij, om dit allemaal te maken. Want je zit dan wel in zo'n trein, maar qua landschap is het natuurlijk ook belangrijk dat het er gewoon mooi uitziet. Het is ook leuk dat je je eigen map kan maken. Dus dat je ook gewoon zelf die bomen kan plaatsen, hekjes. Maar het kost heel veel tijd. Het is groen, we mogen doorgaan. Als we dadelijk keihard moeten remmen, heb ik wel een probleem. Want ik weet nog niet precies hoe dat moet. Maar ik denk dat ik dan deze sowieso naar min 100 moet zetten. En dan iets met deze knop, geloof ik. Emergency, dat is wel dat hij echt heel hard moet remmen, denk ik. Maar ja, als het echt moet, dan moeten we dat echt gaan doen. Tuurlijk, we mogen hier 65... En we komen langs het Red Bridge Platform. Althans, daar gaan we naartoe natuurlijk. Nog 4 miles. Het gaat lekker. Als er een beetje tempo in zit, dan zitten we daar binnen no time. Oh, kijk, er komt er eentje. Ze toeteren niet terug. Wat jammer nou. Ja, dat vind ik jammer. Nou, we gaan lekker... Oh, hier kan ik hem toeteren. Let op, let op. Geniaal. Speeding. Oh, speeding. Rustig, ik mag hier maar 50, joh. Rustig aan, rustig aan. Gelijk even wat speed afnemen. Ja, dat duurt even natuurlijk, hè. Dat is langzaam nu aan het teruglopen naar 55. En als het goed is, gaan we nu weer naar boven. Ik weet niet hoe we dat dan weer gaan doen, want hij gaat niet meer terug nu. Potverdorie. Nu wel weer? Ja, kijk, nu wel weer. Je moet hem dus op... Oké, ik snap hem. Ja, prima. Je moet zeg maar die rode knop eerst op 0% zetten. Dan kan je deze pas schakelen naar beneden. En dan kan je die weer naar boven gooien. En dan gaan we weer volop speed erbij doen, want we mogen 60... Het was vorige keer best wel triest. Ik was aan het spelen met die locomotief. Er zat best wel... Ik was een half uur bezig. Ik kwam aan en net voor het perron waar ik moest eindigen, was mijn water op. Serieus, het water van mijn trein was gewoon op. En ik kon ook niks vullen. En ja, de missie was gewoon abrupt gestopt gewoon. Ik kon niks meer doen. Dat was zo jammer. Want ik wilde gewoon mijn vervoer afmaken. Ik was een half uur bezig. Ik was al lang blij dat ik die trein op gang kreeg. Maar dat was best wel heel triest, want dit zou officieel de allereerste keer worden dat ik gewoon in Train Simulator 2020 een vracht vervoer zonder problemen. Het zou mooi zijn. Zo, kijk eens even. Allemaal verkeer ook. Het is lekker druk. Oh, hier heb je allemaal tuintjes. Wat gezellig, joh. Een mooie omgeving ook. Volop van die weilanden hier zo.
En ook allemaal achtertuinen met trampolines. Ja, die mensen hebben wat met trampolines op een of andere manier. We mogen hier 90, maar ik zie dat we over eenmaal zijn we er alweer. Ik ga sowieso maar even afremmen, want ik ben veel te bang dat het dadelijk gewoon niet op tijd gaat. Oh jongens, kom op. Wat moet ik doen? Hij moet sneller gaan afremmen. Nou, 0,50, kom op. Remmen. Hij moet veel langzamer gaan. Oh, dit gaat toch niet? Nee, dit gaat niet goed hoor. Ja, dit moet toch wel goed komen? Ik denk het wel. Gelukkig dat ik op tijd ben gestopt, want ja, je moet er niet aan denken, joh. Ik wil deze missie niet falen, hoe dan ook. We staan al bijna stil. Dan gaan we die naar voren doen. Die gaat weer een beetje zo. Klein beetje snelheid mag erbij komen. Ja, jongens, nee, we moeten niet stilstaan, hè? Kom op. Nee, kom op, niet remmen. Oh, hij gaat toch wel helemaal naar nul, joh. Hij mag langzaam wel een beetje op gang komen, want ik wil toch wel daar komen. Maar hij staat weer stil en ik heb nog een paar minuten de tijd, een paar seconden de tijd om daar te komen. Kom op jongens, waarom? Dit ding doet het gewoon niet. Ja, we gaan. Komt-ie. Oh, het gaat niet op tijd gelukkig, want ik dacht dat deze tijd, die ETA, dat is volgens mij wanneer die verwacht dat ik aankom. En die is net al versprongen wat later, dus dat is mooi. Ja, nog een klein stukje. Ik mag denk ik nog wel verder doorrijden, want het is best wel een redelijk groot perron. Ja, dames en heren, hier is alweer Vincent. En we zijn aangekomen bij het volgende station, het Ashurns New Force Platform 2. Ja, maar dit gaat helemaal goed komen, sowieso. Ook een flinke trein, maar je ziet zelfs dat die door de zijkant heen gaan van de perron. Ja, dan gaan we dadelijk even op tijd stoppen natuurlijk. Zo, en als het goed is, staan we nu helemaal stil. Well done, you've reached the end of this quick drive scenario. Kijk eens even, we hebben het gewoon lekker uitgespeeld. Hoe cool is dit? Beneden is heel raar, er staat zeg maar, er is een rangsysteem. En ik ben dus level 5, maar ik heb het spel echt weinig gespeeld, echt heel weinig. Oh, wacht even, er waren targets. Stopped at 0 out of 1 destinations. Oh, oké. Okay. Ik heb wel mijn best gedaan, toch? Dat is belangrijk. Carrière-mode heb ik ook nooit echt gespeeld. Maar misschien is dat leuk voor ooit een andere keer. Dit was Train Simulator. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje achter. En volgende keer zijn we terug met natuurlijk weer een nieuwe video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet op het logo te klikken. En tot de volgende keer. Doei doeg!